Maar je komt er niet door alleen te zeggen pensioenen zijn onzeker en eigenlijk was het altijd al zo, maar dan weet u het nu. Je zult verder moeten gaan en zeggen hoe ga je daar nou mee om in je persoonlijke financiële planning. Daarmee worden pensioenen meer en meer een financieel product in het kader van alle andere financiële producten die mensen hebben voor hun oude dag. En dat betekent een andere oriëntatie en andersoortige gesprekken. Ik kijk naar drie trends als ik daarover nadenk. De eerste is dat de samenstelling van de bevolking verandert. De demografische transitie waar we doorheen gaan, minder jongeren, meer ouderen. Dat gaat nog wel een aantal decennia zo door. Een tweede trend is dat de relaties veranderen en ook de onderlinge verantwoordelijkheden van de overheid, de sociale partners en de burgers. Wie gaat waar over? En een derde trend in reactie onder andere daarop is meer individualisering in de betekenis van zelf doen, zelf willen doen of zelf moeten doen. En hoe hebben die trends een relatie, uh, werkt dat door op de pensioenen? Nou, ik zie dat op twee manieren gebeuren. De eerste is dat er een, um, opnieuw afgebakend wordt waar de, gaat de overheid over en waar de sociale partners, sociale partners die zich met een volksverzekering als de AOW uh, bemoeien, een overheid die ingrijpt in de tweede pijler. Dus zeg, zegt, hey, daar, daar wordt opnieuw gekeken van wie doet nou eigenlijk wat en wat vinden we daarvan? Anderzijds die burger die dacht dat er goed voor zijn oude dag gezorgd uh, werd en teleurgesteld is geraakt over dat er niet geleverd wordt wat er wel beloofd was in de beleving van die burger. De reactie daarop naast teleurstelling is ook een boosheid van, nou jullie leveren niet uh, en laat mij het dan maar zelf doen. En dan komen we weer terug op dat zelf doen. Tegelijkertijd, als je mensen gaat vertellen van je zult het meer zelf moeten doen, want pensioenen zijn al nou eenmaal onzeker, ja, dan moet je ze ook helpen om dat zelf te gaan doen. De vraag is, als je burgers dan helpt om dat zelf te gaan doen, of ze daartoe bereid zijn, of ze daartoe in staat zijn, en of de pensioensector er dan klaar voor is om ook afgerekend te worden door die burger, als die pensioensector uh, niet levert wat er op dat moment afgesproken is. Je kunt ook omdraaien als je het meer zelf moet doen, dan moet je de keuze hebben wat ja. je met je pensioengeld wil doen. Ja, dat is wat mensen ook vaak zeggen. En daarmee dreigen we de voordelen van collectiviteit te verliezen. En we zullen een gesprek met elkaar moeten aangaan over solidariteit. Waar willen we solidair met elkaar zijn en hoe geven we dat vorm? En daar zal de pensioensector ook openheid van zaken moeten geven. Dus er kan een structurele verandering komen in hoe de pensioenen worden opgebouwd en welke keuzes mensen gaan maken? Ja, zeker. Mensen gaan ook door een andere levensloop. Dat noemen we de transitionele levensloop. Mensen nemen zorgverlof, gaan in het buitenland werken, worden ZZP'er voor een aantal jaren. Dus er ontstaan nieuwe verbanden van collectiviteiten, los van een werkrelatie. De overheid zou kunnen faciliteren dat er uh, meer flexibiliteit ontstaat in pensioenorganisaties. Uh, We hebben op dit moment ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. Maar het kan zijn dat mensen zich op andere manieren willen organiseren om samen voor hun oude dag te zorgen en daarin solidair te zijn met elkaar. Dat geeft misschien ook minder overstappenproblematiek, meer het meenemen van pensioenen, wat toch vrij lastig is. Um, en ja, daarin zou eigenlijk meer gevraagd moeten worden naar wat mensen nou eigenlijk zelf willen, om dat te accommoderen. Tegelijkertijd kan je zeggen: ja, solidariteit betekent soms ook dat je aan het korte eindje zit. En dan moet je op dat moment niet, niet weglopen, want daar heb je dan ook voor getekend. Dus daar moet ook veel meer bewustzijn op gaan komen bij, bij alle betrokkenen. En hoe dan ook, denk ik dat pensioenfondsbestuurders meer de dialoog zullen moeten aangaan met de achterban voor zover die geïnteresseerd is. Om uit te leggen hoe ze het nu doen en eventueel feedback te krijgen over als mensen dat anders willen. Ja. De huidige kanalen voor inspraak zijn heel erg georiënteerd via de routes van sociale partners, maar niet alle werknemers herkennen zich in die kanalen.